Hallo kijkers, deze week hebben we een nieuwe talent van de week, genaamd MC Ara. Hij is rapper en we hebben hem uitgenodigd. Naast mij staat MC Ara en MC Ara, stel jezelf eens even voor. Ja, mijn naam is MC Ara, ik ben geboren in Haarlem en ik kom vanuit Haarlem Noord. Ik ben rapper en ik produce zelf ook mijn eigen beat, zeg maar. Dus eigenlijk rapper slash producer. En hoe lang ben je bezig met rappen? Eigenlijk ben ik sinds kleins van al begonnen, vanaf 8 jaar. Ik ben er wel een tijdje tussenuit geweest, omdat ik niet zeker wist of ik het echt wou doen. En later, op mijn 19 ben ik begonnen, weer echt begonnen en serieus. En ik ben nu een jaartje bezig, zeg maar. En waar haal jij zo je inspiratie vandaan? Nou, mijn inspiratie haal ik normaal uit mijn verleden. Of wat dingen wat ik meegemaakt heb. Het kan zijn heden, toekomst, dus verleden ook. En vooral vanuit mijn grootste inspiratie is Tupac. En daar heb ik ook veel inspiratie vandaan gehaald. Hoe hij dingen bracht met zijn woorden en delivery. En ja, gewoon hoe hij zichzelf verkocht, zeg maar. Could somebody help me? I'm out here all by myself, see ladies and stones, baby Capone. Living wealthy, pictures of my birth on the surface, what I'm dreaming. Seeing daddy seeming full of crooked demons already. En heb je ook dezelfde flow of stijl als Tupac? Nee, niet echt. Ik probeer niet echt als Tupac te lijken, want ik leid geen brugleven. Ik heb ook geen, crimineel leven geleid. Dus ik probeer gewoon wel mezelf te blijven. Ik denk ook wel dat het belangrijk is in rap. Dat je gewoon jezelf probeert te blijven, niet te doen wat andere rappers doen. En gewoon origineel zijn. Gewoon je eigen flow vinden. Ja, gewoon je eigen flow, precies. Ja. En hoe reageert je familie eigenlijk op je passie? Nou, op zich wel goed. Ze vinden het leuk dat ik het doe, dat ik een bezigheid heb. En normaal vinden ze niet goed dat ik het in de huiskamer doe, zeg maar. Maar daarom doe ik het eigenlijk ook boven in mijn eigen kamer. Daar heb ik een eigen studio. Een eigen ruimte voor mezelf. En daar produce ik zeg maar gewoon mijn tracks vandaan. En hoeveel kost het om zo'n eigen studio in elkaar te zetten? Het kost wel ongeveer tussen de €200. Zeg maar voor de software. En zeg maar de presets. En de mic zeg maar. En de geluidskaart kost bij elkaar denk ik ongeveer €500. Oké, dan ben je wel aardig wat kwijt. Is nog redelijk goedkoop, want je hebt ook meer professionele dingen. Maar die zijn wel ongeveer de €1000, €1200. Oké. En als je mocht kiezen om een rapper uit de dood te halen, wie zou je dan kiezen? Nou, lastig. Ik heb een hele lange lijst eigenlijk voor, maar ik denk dat ik toch Tupac zou kiezen. Omdat ik vind dat hij echt gewoon zo echt is met alles wat hij doet. En hij zoveel hart en ziel in zijn teksten toevoegt, dat ik denk van, hey, ja, wil ik gewoon weer eens terugzien, man. Dus respect naar Tupac. Het is Tupac. Je ziet wel eens op social media over Tupac, dat hij nog bijvoorbeeld op feestjes is en zo. En dat hij zeg maar nog levend is. En wat vind jij daarvan? Om eerlijk te zeggen, ik vind het eigenlijk een beetje neppe propaganda. Omdat Tupac is eigenlijk gewoon doodgeschoten. En er zijn vele bewijzen van. Maar ja, ze willen altijd wel iemand in leven houden. Dus ja, ik vind het eigenlijk een beetje onzin. Ja, dus het is allemaal gewoon broodje. Grapje. Dat kon ik niet. Yes, MC Ara, dankjewel voor dat je bent langsgekomen. Je bent sowieso talent van de week, daarvoor wil ik je feliciteren. En sowieso nog veel succes in de toekomst, man. Laters.